Ja, dames en heren, dag en welkom bij aflevering 6. Je raadt het al. We gaan doen het stille leven. We gaan stil leven schilderen. Dat deden ze al vroeger, lang geleden. Stil leven, ja. Niet één van mijn favorieten, want je weet het, ik kan niet stilzitten. Dus we gaan het maar proberen. Ik heb alvast een stukje papier opgehangen. En stil blijven. En we gaan het beginnen met stil leven. Wat gaan we schilderen? Wat hebben we nodig? We hebben natuurlijk weer een potlood nodig om te gaan optekenen. Kwastjes, verf, een paletje. Alles heb ik bij de hand. Dus we kunnen gaan beginnen. Ik heb één ding niet bij de hand. Hetgene wat ik moet gaan schilderen. Het stille leven. Nou, dat ga ik even opzoeken. Tot zo. En ja, ik heb een kaarsje. Dat kunnen we mooi gaan naschilderen. Die zet ik hier zo bij deze plant. Zo, dat kunnen we gaan schilderen. Wat kan er nog meer bij? Stil leven. Daar hoort altijd, dat zie je heel vaak, een citroen bij. Citroen. Het is wel citroensap, maar dat maakt niet uit. Zo. Oh, het begint al een beetje te lijken. Wat hoort er nog meer bij? Een fazant of een andere vogel. Zelfs kijken of die, ja. Oh. Tweet, tweet, tweet. Hoi. Tweet, 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 tweet. We hebben dus ook nog een vogel erbij. Goed. Dat is een mooi stil. Die staat wel erg stil, hè, die vogel. Die is ook wel eens gedood. Maar in ieder geval, ja. Oh, prachtig. Prachtig opzetje. Dan kun je dit mooi gaan naschilderen. Ik vind dit een beetje storen. Hup, weg bij mij. Zo. Is nog een plant. Goed, dan gaan we nu beginnen met optekenen. Ik heb alles bij de hand. Haha. Nou, we beginnen dus weer. Zo, de tafel, hè. Zeg maar. En ik begin al met de lijnen, zo. Zo. Ja. En dan gaan we, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Zo, dan zien jullie alvast hoe het ongeveer eruit komt te zien. Zo. Mooi, er is een kaarsje erbij. Hup, zo. Gaan we de citroen erbij doen. Oh. Ja, een citroen. Echt een citroen. Vergeet de padjes niet. Oh, oh, oh. Dan zie je echt hoe mooi dat is, die citroen. Zo. De citroen. Dat betekent de vogel. Die zit hier ongeveer. Zo, kijk maar ongeveer die hoogte. Zie je dat? Daar hoogte, daar hoogte. Dus dan gaat die vogel zo. Die staart, die gaat een beetje, hup, zo, vogel kijkt een beetje, zo, hup, zo, vleugels erbij, dan teken je het een beetje op de achtergrond met de plant, zo, hup, plant, en plant, zo. En dan heb je al het begin van het stil, het leventje. En dan gaan we nu straks verder met opschilderen. Ja, ik ben al wat vooruit gelopen op de zaken. Want ik heb alvast de verf al klaar gemaakt. Jullie zullen wel ongeveer weten hoe dat nu moet. Want het is al namelijk al les 6. Dus... dat hoef ik niet meer te vertellen. Pak
de juiste. De kwast en. Zo, pak de geel. Citroen. Zo. Oh. Achterkant is een beetje donkerder. Dat is een beetje mooi. Zo. Zo. Dan heb je hier al de citroen. Zo. Zien jullie? Ja. Oké, okay, dan ga je lekker mengen in het water. Afdrogen aan de doek. Oh jee. En de gouden vogel. Die heeft veertjes, hè? Die zijn een beetje. Kijk, is een beetje zo de kast een beetje stippeld. Dan komen de veertjes er vanzelf in. Denk nou, sommige plekken zijn wat lichter, sommige wat donkerder. Zo. De voorkant is wat lichter, dus dan doe je een beetje het lichte bruin, zo. En dan zie je, oh, oh, oh. Mooi. Een kopje een beetje. Ja, doe het ook een beetje zo. Zo. Je begint al vorm in te krijgen. Dan pak je het snaveltje, die is wat donkerder. Ik weet niet, volgens mij gaat het erg lang duren allemaal. Dus ik stop maar even en dan zien jullie het resultaat straks al. Kijk, het is jonge. Nou. Een beetje, oeh, kijk, een beetje hier wat donkerder maken, zo. Zo. Okay. Gaan we zo zien. Ja, ik ben nog even verder gegaan. Dat kunnen jullie zelf ook. We maken nog eventjes de boel af. Dan trekken we er nog een tart bij. Hè. Zo. Kijk, bijna hetzelfde. Zo. Hier een beetje zo. Vergeet niet, overal een beetje wat donkerder. Hè. Zo. Dit, zoiets. Klaar. Nou, dat kunnen jullie thuis ook nadoen. En als je nog wat verf over hebt, maak het op, teken een mooie achtergrond erbij. Hè. Zo wordt het stil leven mooi ingekleurd. En zo, oh, kijk eens. Hey, jongen. En dan kun je zo mooi alles verder verven en ja. Oh jee. Zo zie je. Allemaal mooi. Het stil leven. Dit was weer Schilderen met Sander. Vogeltje en ik. Alles. Reken maar op. Ik zou zeggen. Slaap lekker en tot volgende week.